Je bent de jongste van het stel, je zit er net bij. Hoe is dat? Op het begin was het al wennen, dus het is lastig als je nieuw bent in de groep en je kent iemand. Maar eigenlijk al snel werd ik opgenomen in de groep en het hangt nu een hele leuke sfeer. En ik ben heel erg blij mee dat ik hier onderdeel van mag zijn. Ja, want hoe gaan ze met je om dan als je net nieuw bent? Ja, een beetje kat uit de boom kijken, heet dat volgens mij. Even kijken hoe je bent en zo. Ja, ik doe dan natuurlijk hetzelfde, kijken hoe hun zijn. Maar naarmate je met elkaar traint, dan leer je ze kennen en dan uiteindelijk dan sluit dat gewoon goed aan. Jullie, vorig jaar al een podium met de zusje Smilders. Wat moet dit jaar worden? Ja, ik hoop dit jaar ook weer mooi op het podium te kunnen staan en ditmaal in Zolder. Want waarom de wedstrijd daar? We hebben aankomende jaar dan een zolderwedstrijd. Dat is een baan die ik goed ken. Er zijn wel wat aanpassingen gedaan. Maar vorig jaar op de Wereldbekerwedstrijd heb ik 2 keer het podium daar gehaald. Ik ben 2 keer 2e geworden. Dus ik weet dat ik daar goed ben. En ik hoop daar in ieder geval weer een podiumplek te kunnen halen. Wat zijn je doelstellingen eigenlijk voor dit jaar? Dat is een beetje lastig. Ik ben nu nog geblesseerd eigenlijk. Het duurt helaas langer dan wat ik gehoopt had. Want je hebt je schouder uit de kom gehad? Ja, en ik heb daarbij in het schouder zelf heb ik iets kapot gemaakt. Dus dat moesten ze dat herstellen. Ik zit nu een beetje met een vastgelopen schouder. Dus ik kan niet alle bewegingen maken. Dat is dus een beetje wat mij tegenhoudt. Ik hoop dat ik een beetje mee kan draaien in het seizoen. Maar de tijd zal het leren. Dus we zien wanneer het wordt. Dus je weet nog niet wanneer je op de fiets gaat zitten? Nee, wedstrijden, trainingen. Ik kan inmiddels een beetje trainen op de baan. Wedstrijden is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik bedoel, je zit dan echt met 7 andere rijders in de baan. En de kans dat je valt is natuurlijk groot. En dat zou mij dan verder van huis brengen. Dus dat is niet wat je wil. Dus we gaan voor optimaal voordat ik aan de start verschijn. En komt er ook nog een wedstrijd aan hier op Papendal. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, Papendal is eigenlijk de mooiste wedstrijd van het jaar, vind ik. Met name het thuispubliek. Er zijn heel veel mensen die je kent in het publiek. En gewoon het publiek zweep je op. Dus met name dat, ja. Ik wil net zeggen, jij komt hier uit de provincie, je komt uit Groenland. Komt er ook nog veel mensen mee dan, uit jouw omgeving? Ja, mijn ouders zijn er meestal bij en ik heb wel vrienden, familie, mijn broer, die zijn er altijd bij. En er zijn zoveel mensen die ik daar ken. En je hebt echt het gevoel dat je voor het thuispubliek bezig bent en daar doe je het uiteindelijk voor. Je komt uit Neden, hoe leven ze daar met jou mee? Dat is eigenlijk een beetje lastig om te zeggen. Ik woon eigenlijk in Neden, maar ik zit hier door de week hier in Arnhem. Dus ik weet het allemaal niet. Je hoort niks van ze? Nee. is dat niet een beetje gek? Nee, het maakt mij niet uit. Het is, ik begin allemaal net aan mijn carrière. Dus ik kan nog wel iets groots kopen, misschien dat ze dan contact zoeken. Maar het maakt mij niet zo uit. Je moet ervoor zorgen dat Neden uiteindelijk contact met jou gaat zoeken. Ja. Ja. Dat hoop ik wel, ja.